ik ben Zoë en dit is mijn lievelingspony Storm. Mijn leven was echt perfect, samen met mijn vrienden op de manege. Maar toen kreeg mijn vader corona en werd mijn zomer compleet anders. Ik ben echt blij dat je mee bent gegaan, liefje. Wat moet ik eigenlijk tegen hem zeggen? Gewoon, wat je altijd zegt. Ja, maar het is toch niet zoals altijd. Eerst dacht ik dat hij doodging, toen bleef hij toch leven. En nu heb ik hem al 6 weken niet meer gezien. Dus hoe kan ik dan zeggen wat ik altijd tegen hem zeg? Nou, als je gewoon... net zoals... Papa is dezelfde, hè? Nog steeds. Dus als je gewoon normaal doet, zoals je altijd doet... dan is er niks aan de hand. Kom, we gaan. Mam, wat is normaal doen als je je vader al 6 weken niet meer hebt gezien? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, ik heb hem ook al 6 weken niet gezien. Denk je wel aan die 1,5 meter? Ja, we kunnen niet gaan knuffelen met papa. Ja, dat weet ik wel. Maar wat nou als zijn kamertje heel klein is? Ja, dan moeten we tegen de muur gaan staan. Wow, ik vind het wel warm hier. Ik vind het wel meevallen. Want doe die deur nou open. Straks is het bezoek weer al voorbij. Blijf je wel een beetje vrolijk voor je vader? Jij ook dan, hè? Ja, sorry. Zoë, Zoë! Kom je eindelijk je oude vader eens bezoeken? Ik wilde wel eerder komen, maar het mocht niet. Ja, dat weet ik toch, lieverd. Oh. Jullie weten niet half hoe ik jullie heb gemist. Ik heb zo uitgekeken naar deze dag. Ik heb jou ook gemist. Ik heb elke dag voordat ik naar bed ging eigen dag. Ja. Jouw filmpjes hebben me er echt doorheen gesleept. En natuurlijk de lieve berichten van je moeder. Mama is echt keihard aan het werk om geld te verdienen. Ja. Ik wil ook zo snel mogelijk weer werken op de taxi. Maar mijn fysio zegt dat het nog wel een paar maanden kan duren voordat ik weer helemaal de oude ben. Een paar maanden? Nou, het is het belangrijkste dat je zo snel mogelijk weer thuis bent, hè. En dan zien we de rest wel weer verder. Heb je het al opgelost met Ellen? Heb je dat verteld tegen papa? Ja? Nee. Het is niet opgelost met Ellen. Nou, ik heb gezegd dat ze de excuses aan moest bieden, maar dat wil mevrouw dus niet. Echt niet? Ik heb al sorry gezegd. Nou ja, soort van. Kelly zegt de gemeenste trut die er is. Daar ga ik echt geen sorry tegen zeggen, hoor. En ook niet tegen Stijn, want dat is een verrader. Een soort van sorry zeggen? Ik dacht in mijn hoofd sorry. Alleen heb ik het gewoon niet hardop gezegd. Zoiets. Sorry denken wel iets anders dan sorry zeggen. Ja, dat ben ik wel met je eens. Je houdt jezelf voor de gek, ook al is het nu moeilijk. Ik voel je, jij bent niet alleen. Denk je echt dat het een goed idee is om me excuses aan te bieden? Straks blijft Ellen nog steeds vet kwaad. Liefje, ik begrijp dat je dit moeilijk vindt. Maar denk je niet dat het heel fijn is als je weer op de manege mag komen? Ja, dan kan je Storm ook weer zien. Ja, tuurlijk. Maar toch. Straks wil Ellen helemaal niet dat ik weer op de manege kom. Ondanks dat ik sorry zeg. Hé, hey, als je het fijn vindt, ik kan ook met je meegaan, hè? Dan gaan we samen. Dat vind ik ook weer super kinderachtig om samen met mijn moeder te gaan. Nou, ik vind het heel knap van je als je alleen gaat. Grote dame. Ja, dat vind ik ook wel vrij knap van mezelf, ja. Maar ik denk toch eigenlijk niet dat ik het durf. Ik lijk wel een kleuter, echt erg. Nee, dat is helemaal niet erg. Weet je wel hoe knap het is dat je je excuses gaat aanbieden? Dat is al heel knap op zich. Kom, we gaan gewoon samen. Hé, ik wist niet dat je naar de manege ging vandaag. Dat wist ik ook niet eigenlijk, tot vanochtend. Mag je weer komen van Ellen? Nee, maar ik kom alleen maar om sorry te zeggen eigenlijk. Oh, ik hoopte dat je mocht blijven en dat alles weer net zo zou zijn als vroeger. Ja, dat zou ik ook wel willen. Nou, kom, zullen we maar uit? Mam, ik denk toch dat ik in mijn eentje ga. Nou, met Julia dan. Zo. Nou, kom op dan. Succes, hè, meisje. It seems like it never ends. We're caught in a past life. What a sad sight. Daarom wil ik dus zeggen dat het me echt heel erg spijt. Ik had nooit stiekem 's nachts hier moeten gaan rijden. En ik snap heel goed dat u boos op me bent. Nou, ik ben blij dat je inziet dat je verkeerd bezig was. Heb je dat gehoord, Kate? Kun je nog een voorbeeld aan nemen? Misschien moet je Zoë wel als dochter adopteren. Helemaal geen slecht idee. Ik zal de moeder van Zoë vragen of ze wil ruilen. Dat hoeft niet meer, hoor. Volgens mij is mijn moeder niet meer heel erg boos op me. Dat was ook maar een grapje. Maar er is wel iets anders wat ik je wil vertellen. Ik ben gisteravond gebeld door een vrouw die in de jury zat van de springwedstrijd. En die was op zoek naar Kelly. Als u het niet erg vindt, ik heb wel genoeg Kelly gehoord voor de rest van mijn leven of zo. Kelly interesseert ons echt helemaal niks meer, oké? Als ik die naam alleen al hoor, word ik al een beetje misselijk. Nou, ik ook. Niet eens een beetje. Misschien moet ik het dan helemaal niet vertellen. Jammer. Nou, ik heb al gegeten, dus een beetje misselijkheid kan er nog wel bij. Nou, gelukkig maar. Die mevrouw, Chantal van Dalen heet ze, die vond dus dat Kelly heel erg goed reed. En Chantal was precies op zoek naar zo'n meisje. Iemand die op haar ponies kan rijden en die ze kan opleiden om misschien nog zelfs later aan grotere wedstrijden mee te doen. En die ponies wil ze dan hier op de manege stallen. En daarom wilde ze heel graag het nummer van Kelly hebben. Hoor je dat? Ik wil iemand die lessen gaan betalen. Ik vind het ook echt een super gaaf aanbod, hoor. Maar ik weet eigenlijk niet zeker of ik het wel wil. Het is echt heel tof, maar zonder Storm voelt het een beetje minder leuk of zo. Sorry. Zoë. Zoë. Storm had nooit aan Kelly's vader moeten verkopen. Het is echt zo'n domme actie van je man. Wat had ik dan moeten doen? Als jij het zo goed weet, we hebben dat geld hard nodig. Door Zoë gaat die vrouw hier al haar paarden stallen, zodat ze kan bereiden. Daar krijg je dan toch ook weer geld voor? Weet je, het is jouw probleem. Dus jij gaat het oplossen voor Storm en Zoë. Ga anders lekker met Kelly de vader bellen of zo. Echt niet stom doen tegen Kelly, hoor. Ik snap wel dat je vriendinnen met haar wil zijn. Maar ik vind haar gewoon echt niet aardig. Maar dan ook echt heel erg niet aardig. Ik wil Kelly eigenlijk ook niet meer zien. Ik vind dat ze gemeen is. En dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Sorry. Sorry. Dat heeft ze niet zo aan, hoor. Je had beter tegen Kelly kunnen zeggen dat ze zich niet met die wedstrijd moest bemoeien. Dat zij gewoon nog haar geld gehad. Kate, ik weet dat je het lief bedoelt, maar nu moet je echt stoppen. Julia kan er niks aan doen. En ik had gewoon eerlijk moeten zijn. Weet je, ik ben eigenlijk helemaal klaar met al dat ruzie maken. Ik heb het je al vergeven. Je doet nu net alsof, door even sorry te zeggen, Julia ineens weer je beste vriendin is. Terwijl ze je gewoon heeft laten stikken. Dat is pas schijnheilig. Ja, ik snap dat we geen beste vriendinnen meer kunnen zijn, want dat zijn jullie al. Maar we kunnen toch wel gewoon vriendinnen zijn? Ik vind het maar een stomme discussie. We kunnen toch gewoon elkaars beste vriendinnen zijn? Wie heeft bedacht dat je maar één beste vriendin kan hebben? Dan zijn jullie gewoon allebei mijn beste vriendin. En als jullie er nou gewoon voor zorgen dat jullie ook elkaars beste vriendinnen worden, dan is dat opgelost. Dan zijn we gewoon beste vriendinnen met z'n drieën. Nou, ik denk dat we dat in ieder geval wel kunnen proberen, toch? Kate. Ja. Misschien is vandaag eindelijk echt een goede dag. I want more berries and that summer feeling. Hey. Hey, kom je me helpen? Ja, prima. Maar waarom ben jij Storm aan het poetsen en niet Kelly? Ellen had gevraagd of ik het wou doen. Storm moet ook nog gezadeld worden. Echt? Gaat Kelly rijden of zo? Nee. Wie dan? Jij? Ja. Die ene vrouw, Chantal van Dalen of zo. Die wil Storm kopen van Kelly. Voor jou. Maar ja, ze wil je eerst nog een keer zien rijden. Serieus? Alleen dit keer zonder die pruik of dat gekke rode jasje. Nou, doe een rijbroek aan en je laarzen dan. Maar ze wil Storm kopen. Kelly was er net met de vader. Ellen heeft met ze gepraat. Ze heeft ook met die Chantal gebeld. Gelukkig wil de vader van Kelly Storm verkopen. Trouwens, Kelly is helemaal klaar met Storm. Hij heeft op de voet gestaan. Serieus, je had haar kop moeten zien. Nou ja, gelukkig wil die Chantal Storm overnemen. Dit is echt een geluksdag, denk ik. Ja, en hopelijk die van mij ook. Ik zou je wat willen vragen. Wat dan? Nou ja, ik zou eigenlijk wel verkering met je willen. Eigenlijk zou ik daar wel ja op willen zeggen. Maar? Geen maar. Ja, ik wil verkering, Daan. Stijn, dit hele pad aanharken. En straks al het mest uit het weiland halen. Voor de komende maanden heb jij genoeg klusjes te doen, zodat je geen tijd meer hebt voor je spelcomputer. Ja, man. Ja, lieve man. no way that I could have played. I was fearing blank stares and empty chairs. Then you found me and pushed me into the light all around me. Ga je er maar helemaal klaar mee. So I'm never gonna waste my life.